Hallo allemaal, ik ben Carlijn en vandaag gaan we... Ja, ga maar voor. En we gaan vandaag iets superleuks doen. We zijn... Ik blijf hier staan, maar je moet precies verder naar voren. Waar zijn we? In Assen. Maar er zijn echt zwarte ogen. Oh nee. Ja, dat is echt wel raar. Ja. Ja. Ja, dit is de schrijver van de regels van Floor. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, superleuk. Ja. Ja, ze leest heel veel. Ja, superleuk. Ze kan ook heel goed lezen. Ja. Dus, en tekenen. Ja, kan je ook tekenen? Ja. Ja? Leuk. En volgend jaar komt weer een nieuwe film. Ja, leuk. En de series zijn ook leuk, hè? Ja, ik vind ze nog steeds leuk om te doen. Nou, leuk. Zal ik maar zitten? Ik ben er even over mee. Kan ik je naam erin zetten? Ja. Hoe heet je? Ja. Carlijn. Oh, heb ik dan... Wat zei je, Carla? Oh. Dat is Carlijn. Ja. Maakt niet uit. Die tekenen... Maak een zonnetje van. Ja. Alsjeblieft. Ja, nee. Alsjeblieft, Carlijn. Veel plezier nog. Nou, hoe vind je het? Heel leuk. Ja, straks naar de grote zaal gaan we Rutger en Thomas zien. Ja. Waarschijnlijk signeren ze niet. Ik wil even een sneak peek doen. Ja, dat wel, maar ik denk van nee, je hebt natuurlijk ook een niet een brieven boeking, dus waar je wel kan maken. Ja, wij zijn vorig jaar zijn we Lights Band geweest. Nou, wat druk hè? Ja. Wie komen er zo? Rutger en Thomas. Rutger en Thomas. Nou, ben benieuwd. Ja. En ik liep door het huis, niets vermoedend. En ineens voelde ik gewoon pijn aan mijn voeten, gewoon vrom. En ik dacht, wat was dat nou? En ik zag Jengus gewoon ineens aan de andere kant van de kamer zitten. Nou, was dat niet Jengus? Sowieso het veel was het. Dat was het. En daarna gebeurde het weer, maar toen zag ik het. Jengus viel me keer op keer aan. En ja, en ik... Maar ook om te roken vraag, is het een probleem? Ja. Nee, het is geen probleem. Ik heb laatst een kitten ontmoet en we hebben een klik, dus blijkbaar kan ik ook goed met katten. Rutger is moet gewoon weer experimenteren. Ja. Ja. Het is geen probleem. Wij kunnen wel met elkaar induren. Ja. Zolang ik geen dagen vast. Ja, zolang jij nog niet katten bent. Oké. Nou, dat kan ik best wel zijn af en toe, maar dat ga ik vandaag niet doen. Zullen we gewoon beginnen? Leuk, we hebben echt nu kunnen jullie vragen. Oké, nou de eerste moet ik meteen heel veel kinderen gaan staan. Want Ilse en Liv en Lilianne en Neef en Nora allemaal gaan staan. Als ik je naam hoort. Ja. Ilse, Liv, Lilianne, Neef en Nora. Oh, ja, die lopen zwart. Oh, die staan hier. Ja, heel goed. Die willen weten. Ik heb het wel even laten zien, het is normaal als jongen, niet zo'n jongen. Maar
Nou, gaan we jouw kant van het verhaal vertellen over mijn kant? Thomas. Op mijn kant. Oh. Nou, op een dag. ik had natuurlijk een Instagram-account, dat is nu denk ik 7,5 jaar geleden. Hè? Dat is het, ja. De gezicht zijn wel een goed periode. en op een gegeven moment kreeg ik opeens onder mijn foto een trouwring. Misschien kun jij het niet aanvullen. Nou, dat was dus ik. Want ik zag heel veel op Instagram. Nee, ik zag op Instagram bij de verkenpagina. Dus je hebt zeg maar met mensen die je volgen, maar dan heb je ook wat vergrootglasje. Daar zie je foto's die jij waarschijnlijk leuk vindt. Of personen die jij waarschijnlijk leuk vindt. Dus ik werd aanbevolen. Ja. Ja, en toen dacht ik, nou ja, Instagram kent mij blijkbaar zo goed, die weet wel wat ik leuk vind. Dus toen dacht ik, die vind ik inderdaad leuk. Dus toen dacht ik, ik ga ervoor. Ja, ik liep maar een trouwring-emotie achter, want ik wist verder ook niet hoe zeg maar, het ijs kon breken. Nou, het ijs was aangebroken, want ik stond zo van in trouwring. Ik bedoel, normaal zou je best wel lood en iemand, maar ik kreeg gelijk een ring. Dus ik dacht, dat gaat wel heel erg snel. Ja. Dus ik twijfelde nog heel even of ik je zou blokkeren. Nee. Ja. Dus ik dacht even, hoe moet ik hiermee? En daarna stuurde je nog een keer een ring onder een andere foto. Ja. En toen dacht ik, hij is toch wel een hele leuke jongen. Dus, we hebben elkaar via Instagram gevonden. Ja, toen heb ik jou een berichtje gestuurd. Dat is hè? En zo kwam het zeg maar. Heel leuk. Nu is het 7,5 jaar later, dan staan we hier. Esmee, waar ben je? Ja, Romee, wil dat ook weten, maar dan ga je zwaaien. Daar. Waar zijn jullie? Hoezo? Wat is dan precies de vraag? Wat is de vraag? Is tweeledig, maar nou, ik zou wel eens willen stellen. Wat is de vraag? Gaan jullie nog een derde boek uitbrengen met Flurrie? Gaan wij nog een derde boek uitbrengen met Flurrie in? Nou, wij zijn al helemaal verliefd op Flurrie. Ik zal Flurrie even toelichten, want wij hebben natuurlijk een video opgenomen dat wij een dag op een puppy zouden gaan passen samen, met vader erbij, om te kijken hoe het zou zijn om nog een tweede hond te hebben. Of wij dat überhaupt aan kunnen, hoe vaak we daarop reageren. Nou, dan kun je vertellen, een conclusie, het was een geweldige dag. Ja. En Flurrie is natuurlijk super lief, en Flurrie heeft al een gezin waar Flurrie woont. Dus Flurrie komt niet naar ons toe, helaas. Maar dan gaan Flurrie nog wel heel vaak zien, want we kennen de baasjes. Dus we hebben een paar van Flurrie nog veel gaan spelen samen. Ja, dus, en waar komt er dan een derde boek? Dat was eigenlijk de andere vraag, en dat weten we nu eigenlijk nog niet. We hopen het natuurlijk wel. Zou jullie dat leuk vinden? Ja! Misschien maar van de stap. Ja, misschien moet Flurrie dan een vast woord uitgeven. We houden het zeker in gedachten. Dat vind ik dit. Dat hopen we wel. Ja, nou, dat is mooi toch? Mogen we hier nog een vraag? Nee, 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 nog een
Hallo allemaal! Ja, ik was vergeten de intro te zeggen. Ik ben trouwens Carlijn. Maar we hadden vandaag echt een hele leuke dag gehad. Want we hebben Rutger en Thomas ontmoet. Yay! En ik vond het echt superleuk. En het was daar een kinderboekenweekfeest of zoiets. En dan kon je allemaal leuke activiteiten en van alles doen. En op het einde kwamen Rutger en Thomas ook nog een optreden doen. En dat was wel superleuk. Maar ik was vergeten de intro te doen. Dus nou, dan zeg ik het nu even. Dus vond je de video leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!